dat je weer kijkt. Ik heb een hoop leuke en verbaasde reacties gekregen op mijn foto's van de FHM 500. Super bedankt voor iedereen die op mij gestemd heeft. Wil je dus dat ik er dit jaar weer bij zit? Zeg het voort en geef me een stem als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb jullie natuurlijk verteld dat ik dat lichaam dat ik had toen ik in 2010 FHM buurmeisje werd, weer heel graag terug wil hebben. En dat ik daar dus voor aan het werk ben. Ik probeer nu een eetschema te volgen wat ik verschrikkelijk moeilijk vind. Want ik mag eigenlijk alleen groente en vlees. En nootjes af en toe. En ik ben zo gek op alles wat met eten te maken heeft. Pizza, koek, snoep, alles. Maar goed, ik moet me daaraan houden en dat lukt voor 75%. En daarmee ben ik al een heel stuk opgeschoten. Want ik heb een weegschaal gekocht en kijk wat die zegt. Dat ik daarop ga staan. Kijk eens, even kijken. Ruimte. Kom maar, weegschaal. Kijk eens. Nou, jullie wegen een beetje, want net zoals ik erop was het 71. Maar jongens en meisjes, ik kom dus van de 75 kilo, hè? Dus het helpt een beetje. Nou, mijn sporten nog iets beter erachteraan. Want als die FHM 500 uitkomt, dan wil ik wel met mijn killer body erin staan natuurlijk. Deze week was helaas rustiger dan verwacht. Ik was geselecteerd voor een leuke opdracht. Maar jammer genoeg hebben ze iemand anders gekozen. En dat is het nadeel van de wereld waarin ik zit. Soms heb je het super druk en soms heb je het wat rustiger. Maar dat wil niet zeggen dat ik stil zit. En ik had er deze week wel een hele leuke hoe stofzuig je huis en hoe doet Leonie haar dagelijks boodschappen vlog van kunnen maken. Maar dat wilde ik jullie niet aandoen. Over boodschappen gesproken. Afgelopen dinsdag had ik een hele leuke intake voor een nieuw bedrijf genaamd Super Buddy. Wat dat is? Super Buddy wordt het nieuwe fenomeen van je boodschappen online doen en ze thuis bezorgd krijgen. Het is eigenlijk heel simpel. Via superbuddy.nl doe je gewoon je boodschappen online. Iemand gaat die boodschappen voor jou doen. Ik misschien wel. En kan ze vrijwel direct bij jou thuis bezorgen. Je hebt persoonlijk contact met je buddy. En je weet dus altijd precies wie en wanneer jouw boodschappen thuis kan brengen. Is dat niet ideaal? Het is nog hartstikke nieuw. Dus misschien kennen de supermarkten bij jou in de buurt dit systeem nog niet. Maar er gaat binnenkort verandering in komen. Want in Bodegraven gaan ze er al mee werken. En ik denk dat het te gek wordt. Dus ik zou er heel graag in willen werken. En volgens mij gaat dat helemaal goed komen. Wil je hier meer over weten? Je boodschappen online doen? Of zelf superbuddy worden? Check dan www.superbuddy.nl. Het is vrijdagmiddag en dat betekent dat mijn werkweek nu echt gaat beginnen. Maar vanaf maandag heb ik ook weer een hoop te doen. En ik kreeg de tip om jullie vaker mee te nemen. Om vaker echt op pad te gaan met de camera. En dat vind ik eigenlijk een super goed idee. Dus dat ga ik zeker doen. Blijf me dus volgen. Vond je het leuk? Geef me een like. Om niks te missen klik je op abonneer. En mijn laatste twee vlogs vind je weer aan deze kant. Ik zie jullie dinsdag weer. Heel fijn weekend. Doei! Bedankt voor het kijken!